Hallo, we zijn nu bij Kinderboutique Sunny en we gaan vandaag deze vrouw interviewen. Hoe heet u? Ik heet Sandra Haars. Oké. En op welke school heeft u gezeten? Ik kom uit een heel klein dorpje, dat heet Watergang. En daar heb ik op de lagere school gezeten. En daarna ben ik naar de middelbare school gegaan in Purmerend. En daarna in Amsterdam naar een kapperschool. En daarna management. En dan door diverse cursussen deze winkelopleiding. Oké, en bent u ook de baas van deze winkel? Ja, ik ben ook de baas van deze winkel. Oké, en hoe vindt u het nu tijdens de crisis? Zoals wij in heel Nederland belanden, dan weet je dat de mensen op moeten letten met het geld wat ze uitgeven. Waardoor je zeg maar goed nadenkt over de spullen die je koopt. Dus je bent wat behoudender. De mensen willen wat langer doen met hun kleding. En daardoor moet je ook een beetje voorzichtiger inkopen. En als je daar allemaal een beetje op let, nou dan komt het vast wel goed. Oké, stop maar even. Heeft u ook collega's? Ja, ik heb ook op dit moment 2 collega's. En een meisje wat 2 dagen stage loopt bij me, een heel jaar. Wat voor merken verkoopt u eigenlijk? Wij verkopen 24 merken. We verkopen Diesel, we verkopen Replay, we verkopen Supertrash, wat nu helemaal hot is. Verschillende merken. We verkopen Circle of Trust. Die zijn heel leuk, die meiden. Dat is een hele zachte broek voor me. Oh ja. Lekker, hè? dit soort hippe kleuren verkopen we nu heel. Nu een hele andere vraag. Wat zijn uw hobby's? Mijn hobby? Ik vind eigenlijk, de winkel is eigenlijk ook mijn hobby. Ja. En die andere was goed, dus die heb ik genomen. Ja, oké. Die wil ik graag. Oh, dat is goed? Ja. Oké. Hij paste me perfect, dus hij was heel erg blij. Nou, ja. En ik ook. Nou, hartstikke goed. Zo, dat was een tevreden klant. Bent u eigenlijk blij met deze locatie? Ik vind deze locatie heel goed. Ook omdat wij nu aan de haven zitten. En daar heb je gratis parkeerruimte. Dus ik heb heel veel klanten die met de auto komen. En die vinden het heerlijk om een auto voor de deur te zetten. Dus de ruimte is heerlijk. Fijn. En een andere vraag. Wat is je lievelingseten? Ik ben zo gek op heet eten. Ik vind denk ik wel Thais het lekkerste. Ja, dat is ook wel erg lekker. Een soort kleding bij een klant past. Dat gaat een beetje op gevoel. Een beetje als de klant, een beetje qua stijl, probeer ik toch altijd wel een beetje samen te voegen. Zo denk ik zomaar, dat dit misschien wel iets voor Sanne zou zijn. Dit misschien wel iets voor Luca. En dit misschien wel iets voor Rosa. Ik ben benieuwd, meiden. Willen jullie het passen? Dit was het interview van Rosa. Sanne, Luca, Rosa.